problemen die we zien ontstaan bij het energiezuinige telen is het overschot aan vocht en daardoor de druk met schimmels en minder presterende plant. Omdat het verdampingsniveau te veel daalt bij te weinig energie verbruikt. Een half jaar telen we onder vast plastic, wat dus niet kan kieren. En daardoor is het belangrijk dat je je vocht kan afvoeren. Met vast plastic met perforaties die erin zitten, dan heb je te weinig afvoer van vocht. Maar als je weer te veel perforaties erin doet, dan ben je weer je energie kwijt. Dus je moet daar een goede combinatie vinden. We hebben hijsverwarming, dat we vlak boven het gewas hangen. Maar we hebben ook dubbel scherm hier. Dus ja, isoleert al behoorlijk. Maar de hijsverwarming kon het toch niet redden, zeg maar. We kregen toch last van geteren, nat gewas morgens. En ja, dat geeft toch kwaliteitsproblemen. Ik werd getriggerd door een artikel in Voorop. En kort daarna kreeg ik een uitnodiging, een klantenavond van Royal Brinkman. Daar ben ik direct naartoe gegaan. Tijdens die avond werd ik dusdanig geprikkeld van hey, dat is interessant voor ons. Want we zitten toch met name de winterperiode met vochtprobleem. Ja, dit bleek toch wel een uitkomst te zijn. We staan hier voor de dry gear unit. Twee ventilatoren die trekken 22.000 kuub lucht, karslucht per uur door deze roosters heen. Die roosters die zijn heel erg koud. Dat kou wordt gemaakt door een compressor hierin. En die warme karslucht die slaat neer op die koude panelen. En vervolgens loopt dat naar beneden, wordt opgevangen en wordt afgevoerd via een drainput of een eppenvloedretourput. Bijkomend voordeel is ook dat hij warmte in de kastruimte brengt. Op een 2500 vierkante meter hebben wij gemerkt dat dat 2,5 graden is. Ja, dat hoeven we niet bij te stoken. Dus dat is een heel groot voordeel. Verder, deze ruimte is met voorzien van eb en vloed. De vloeren zijn aanzienlijk sneller droog, dus ook minder groene plekken. Dat is ook heel mooi. Het systeem is natuurlijk heel makkelijk te plaatsen. Het is alleen een kabel aansteken en een pijpje afvoer, voor de waterafvoer. En je kan hem overal neerzetten, dus hij is heel mobiel. En het is makkelijk te verplaatsen. Geen randjes meer, geen smetbloemen. Droge was, geen botrytis ook nog niet gezien. Dus tot op heden dik tevreden. Dit apparaat haalt vocht uit de lucht, 54 liter per uur. En hij zorgt ook voor luchtcirculatie. Hij circuleert 22.000 kuub lucht per uur. Dus dat zorgt voor betere luchtverdeling in de kas. Ja, we zien heel goed dat het proces eigenlijk altijd werkt. Heel duidelijk is het als de schermen dicht liggen en als de ramen gesloten zijn. Dus dat het vocht eigenlijk opgesloten in de kast zit, dat hij het er gewoon uithaalt. Dat is het mooiste moment. Dan kunnen we het meeste energie besparen. Door niet te hoeven ventileren en toch te kunnen schermen. Daarentegen zien we ook wel dat het vocht altijd zo laag kan worden. Door maar te blijven draaien in zijn soort. Dat we eigenlijk een zomerweek qua vochtigheid kunnen imiteren. En dat is best wel behoorlijk fors. Ik zette de machine aan en ik ging na 20 minuten kijken op de klimaatcomputer. Daar was hij op 20 minuten tijd, zakte de RV met ruim 10 punten. Nu draait hij op een RV van 75%. Ten opzichte van een andere kast waar een draaigear niet staat, is hij rond de 90%. En dat is een heel groot verschil. Door de luchtverplaatsing houden we een heel actief klimaat. We doen hier een kleine proef op ruim 1500 vierkante meter. En we zien dat we hier per dag 1000 liter water opvangen uit de installatie vandaan. Helemaal schoon water wat we ook gewoon weer hergebruiken in de teelt. Dus wat weer terug gaat naar de planten. Vroeger op school leerden we al van als waterdamp overgaat naar water, dan komt er veel energie vrij. En dat gebeurt in dit apparaat ook. Dus de elektriciteit die je erin stopt, die komt wel vrij als warmte. En dat is in onze teelt mooi meegenomen.